Ja, Oscar. Ja, daar staan, we dan. Ja. Ja. Lang na de even dag toegeleefd, hè? Ja, het is altijd heel veel werk om, dat allemaal voor elkaar te krijgen, allemaal te regelen en op het laatste moment weer dingen afgezegd te krijgen en mensen mee te nemen. Maar goed, het is allemaal in het kader van PIW, hè, wat we hier eigenlijk doen. Wat mij betreft gooi je de volgende erin. Ja. Ik hoop dat ik nog een beetje lijk. Ik werk dus bij Rijkswaterstaat, hè, en een achtergrond in cultuurtechniek en milieutechnologie. Maar ik werk al heel lang bij RWS. Ik ben ook een babyboomer, dat moet ik eerlijk toegeven. Ik heb ook alles opgeschreven, hè, en ik zat net nog aantekeningen te maken. Fleur, die komt straks nog, maar die zat me al aan te stoten van, dat is echt een babyboomer. Oké. Afvalwaterzuivering, heel verschillende dingen gedaan. En sinds 2008 ben ik betrokken bij het beheer en onderhoud van de waterkeringen van RWS. Volgens mij kwam de term Rijkswaterschap ook een beetje van mij hier vandaan. Zo voel ik dat ook. Hè. We hebben heel veel taken binnen Rijkswaterstaat, heel veel. Dat is allemaal heel complex. Maar ik vind eigenlijk, doe eigenlijk gewoon waterschapswerk. Hè? Dus, met mijn collega's dan in de regio, hè? Want ik doe dat vanuit een landelijke organisatie. Ik ben ongeveer de 8e of 9e projectleider van RWS op PIW. De constante factor, die zit weer daar. Hè? Dus het weer die wentelt. Die heeft al zoveel aandacht gehad. Misschien moeten we dat maar even achterwege laten. Maar hij was wel de constante factor in het geheel. En heeft dus altijd, dat is een beetje onbewust. Maar wij hadden daar altijd een generatie X'er of Y'er tegenover staan. Hè? Dus wij waren best wel slim bezig als RWS om Ludolf ook voldoende sparring partner te geven. Ludolf gaat dus weg. En dat betekent dus ook voor mij als projectleider van PIW dat ik iemand anders krijg. En dat is dan Oscar als coördinator waterkeren bij de STOA. Die is dus wel wat breder als PIW, maar hij is ook programmamanager van PIW voor de STOA. Ja, Gerard, en wij mogen natuurlijk... Ik moest nog even eentje terug. Je ging wat vertellen, hè? Ja. Die schoenen, hè? Die schoenen. Dat is mijn hobby, hè? Dus veel lopen over de dijk. Dat moest ik nog even bijzeggen. Ik ben echt een wandelaar, hè? Maar ik ga ook nog steeds vaak mee met inspecties. Dus dat probeer ik toch wel regelmatig te doen. Dus... vandaar de schoenen. Ja, want anders krijg ik daar straks weer vragen over. Dan klopt mijn verhaaltje weer niet natuurlijk. Jouw verhaal klopt niet. Dat is nog veel erger. Ik zit in een kano. Oscar van Dam, inderdaad sinds begin mei de nieuwe programmamanager waterveiligheid bij STOA. En dat vind ik dat is best een eer. En ik ben ook heel blij dat ik deze klus mag gaan doen namens Joost. Ik weet niet waar die zit. Joost. Misschien heel kort even introductie van mezelf. Ik heb fysiografie gestudeerd aan Universiteit Utrecht. Vervolgens een promotietraject doorlopen in het tropisch regenwoud. Daar heb ik gisteren het een en ander over verteld bij de voorkennisdag. Heeft helemaal niks met dijken te maken. Dus toen ik bij een ingenieursbureau vervolgens aan het werk ging, was dat een hele nieuwe openbaring voor mij. Men moest mij uitleggen wat een legger was, om maar eens wat te noemen. Dat was iets wat ik later voor Rijkswaterstaat uitvoerig heb mogen maken en legger Rijkswaterstaat werken. En daar heb ik een team geleid en uiteindelijk in al de klussen die ik heb gedaan, onder andere ook voor Delfland, kwam het gesprek van is misschien niet werken voor een waterschap ook iets leuks. Dus ik ben de afgelopen 5 jaar beheerder geweest van de waterkeringen voor Delfland. En ik ben ook heel blij met een aantal collega's van Delfland hier aanwezig zijn. En ik heb begrepen dat een van mijn oud-collega's het zelfs zijn laatste werkdag is, over de verschillende generaties gesproken te hebben. Een borrel gehoord. Ja, daar gaan we even speciaal een borrel. Dat weet hij helemaal niet, maar Piet, lees dat straks voor jou. Gerard, we hebben natuurlijk een heel... Dat is een beetje, hè. Oscar noemde dat al even. RWS heeft hij ook de nodige klussen voor gedaan. Daar ken ik hem ook al vanuit een ver verleden eigenlijk. Maar de grap is wel dat Oscar eigenlijk de hele 20 jaar van PIW zo'n beetje meegemaakt heeft. En dit is de start, hè? Dit is de start, ja. Wilnis is de start geweest van het huidige PIW-programma. Het heette toen nog Verbeteren Inspecties Waterkeringen. En ik zeg ook wel eens dat Wilnis ook een beetje de start is geweest voor mij als kennismaker met de waterkeringwereld en ook vooral met het inspecteren van waterkeringen.
Want ik heb toen de tijd voor Waternet binnen mijn team de eerste dijkinspectieapplicatie gemaakt, de Veendijkeninspectieapplicatie. En vrij kort daarna is Ludolf bij ons langsgekomen van, hey, kunnen we daar niet een generieke applicatie van maken? En dat is Digispectie geworden. Dat is een term die nou, wellicht een aantal van jullie nog wel kent. Ja, nu, kunnen wij, want volgens ja, mij, want nu moeten mensen hun telefoon gaan pakken. Hè? Ja. Ja, 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 dit is altijd weer een kritisch moment. Beloofd hadden, Sander, dat we het een beetje interactief zouden maken. Dus, ja, ja, ja. Nee, ik hou heel strak de tijd ook in de gaten, hè, want anders krijg ik op mijn bonden. Jongen, ja, het gaat, allemaal van de lunch af natuurlijk. Ja. Dus, nee, even terug nog naar de vorige dia, want ja, dat, ze moeten even het nummer hebben. Het nummer staat op deze. De nummer staat, ja. Dus ja, je gaat in je browser, op je telefoon, ja, ik denk dat alle generaties inmiddels bekend zijn. En het gaat telefoon. Er dus om, hè, de vraag gaat over of je de eerste versie van Digispectie, of je daarbij betrokken bent. En dan hebben we het nog niet over de digigids, hè, en de schadebeelden. Nee, die komt pas later. Zijdelings, ja. Zijdelings. Nee, kijk, het, woeps. Ik was inderdaad afgelopen dinsdag met de dijkwerkers op pad. En een paar van de oud-gedienden, waaronder Jan de Boezeman van Waterschap Zuiderzeeland, daar heeft, die weet ik in ieder geval, die heeft nog met die inspectie gewerkt. Misschien zegt dit ook wel iets over de generaties, hè? Maar we zullen het naar Jos Alers opsturen en dan vragen of je daar even een analyse van kan maken. Maar, nou, DigiGids, heel veel mensen niet meer mee gewerkt. Het is ook een verouderd platform. Tegenwoordig werken het er allemaal met ja, modernere apps. Draai maar door. Nou, dus 75, 29, ja. Ja. Maar goed, na het verbeteren inspectie waterkunde kwam het eerste PIW-programma. Dat liep van 2009 tot 2012. En toen wilden we eigenlijk veel meer aan de slag gaan met het professionaliseren van onze inspecties. We hebben nu, weten we hoe het inspecteren, maar hoe gaan we ook het inspectieproces zelf een plek geven binnen je organisatie en daar ook gewoon een stuur op te zetten. En ik heb toen meegewerkt aan de vernieuwde handreiking inspectie waterkeringen, onder andere de inspectiewijzers heb ik toen ook aan zitten werken. En een bijproduct daarvan was de DigiGids. En dat is, vind ik zelf eigenlijk nog wel een heel mooi product, wat nog steeds wordt gebruikt door jullie, volgens mij. Want daar staan natuurlijk al die schadebeelden in. En, dan gaan we even checken, hè? Ja. Of ze dat ook gebruiken. Want nu is het wel even de uitdaging om te kijken of dan de DigiGids nog goed gebruikt wordt. Dat doen we gewoon met een handopsteek. Ja. Dus even de volgende vraag, of de volgende sheet. Dan gaat het dus echt over de schadebeelden en de digigids. Wie heeft daar wel eens mee gewerkt? Dan gaan we nou even kijk, er zijn er in ieder geval meer dan 20. Ja. Ja, nee, dat gaat zeker richting de 75. Denk ik wel 80, hè? Zeker. Laat het even positief houden. Dus dan houden we het op 80. Dus dat is al, hè, dus dat gaat de goede kant op. Dat gaat de goede kant op. Dus dan zie je ook echt die grafiek die je bij de Mentimeter zat, die is helemaal veranderd nu. Hè? Of zou dit dus, meer iets zeggen over de mensen die met enige regelmaat op de dijk lopen? Dat zou natuurlijk ook ja, dat zou kunnen. De volgende stap, PIW2-programma, dat ging, ja, we hebben nu dat inspectieproces wel een beetje onder de knie. Nu willen we eigenlijk meer een stukje verder gaan naar instandhouding. Ik denk ook rond deze tijd de zorgplicht primaire waterkering was vastgesteld. Daar is natuurlijk ook instandhouden is gewoon ja, de basis van eigenlijk je beheer en onderhoud van je waterkeringen. Dus daar is dat programma heel erg op geënt. En ik heb onder andere ook met Wouter Muggen hebben we allerlei werkplaatsen georganiseerd. We hebben de handreiking risico gestuurd beheer en onderhoud gemaakt. Hier zie je ook wel eens een keertje op de PIW-dag gepresenteerd. En daar heb ik toen in de redactie gezeten. Dus ja, persoonlijk vond ik dit ook een heel erg mooi product, omdat ik ja, op dit moment eigenlijk bij Delfland begonnen was met werken. En hebben we hier, ja, ik was ook zo bezig met implementatie asset management. Ik kijk ook met grote bewondering naar jouw verhaal, want ik heb het idee dat jullie in vrij kortere tijd veel meer stappen hebben kunnen doorlopen dan ik in de tijd bij Delfland heb kunnen. Ja, maar eigenlijk de vervolg hierop, hè, waar je ook bij betrokken bent geweest, is de NEN, hè, de NEN-decompositie. Ah, de volgende dia. Ja, ja. Oh, de volgende dia moet ik dan zeggen. Oh. Oh, ja. Ja, we hebben het niet geoefend, hè, dat zie je wel. Ja, het laatste PIW-programma dat loopt dit jaar af. Inderdaad, een van de producten waar ik aan gewerkt heb, is natuurlijk, we hebben natuurlijk de Digispectie, Digigids. En ja, er ontstond meer van hoe verhoudt zeg maar, onze waterkering nou ten opzichte van de andere assets? Welke methoden en technieken kan je daarvoor gebruiken? En het
kwamen uiteindelijk bij de NEN 7767 uit. En hebben we samen met de NEN, hebben vanuit een expertgroep waterkeringen, hebben we de beschrijvingen van alle conditiemetingen die er op dat moment in de NEN zaten, eigenlijk gewoon een enorme update gegeven. En die is daarna vastgesteld. En hebben deze handreiking toegelicht. Ook denk ik op de laatste kennisdag hebben we dat kunnen uitleggen. En Patrick die had het in vanochtend al eventjes over een mooi momentje. Nou, hier zie je mezelf. En dit was inderdaad bij het Jeugdjournaal. Wacht, dat is. Die doet het niet. Dit is een journalist van het Jeugdjournaal die mij toen het heet heeft geïnterviewd tijdens. De droogte is het hoogste doel, toch? Ja, dat was wel een beetje mijn. Ik weet dat sommige collega's van mij afgewezen worden omdat ze te oud zijn. Hè? Dus dat. Tja. Ja, dat ga ik verder niet op in. Dat ligt nog wel. Er is wel wat Oscar nu even in een paar sheets over een stukje van het werk van PIW schetst. Hè. Dat is vooral het ontwikkelen. Hè. Als je zo kijkt, het gaat over de drie O's. Hè. Dat is het fundament van ons programma. Ontmoeten, ontwikkelen en ondersteunen. En als je het heel goed wil bekijken, gaat ontwikkelen natuurlijk voor ondersteunen en ontmoeten en zo. Hè. Of je doet de ontmoeten om te ontwikkelen. Hè. Dus er zijn veel mogelijkheden. Maar het ontwikkelen heeft, Oscar's verhaal is een mooi voorbeeld van. Maar we doen natuurlijk meer binnen PIW, de grasregisseur. De atlas is ook een onderdeel daarvan. En natuurlijk de ontmoeting. Hè. Dus ik ben ook weer heel blij dat we in zo'n zaal kunnen zitten. Hoewel ik toch ook de afgelopen 2 jaar heb. We hebben volgens mij wel 10 webinars georganiseerd op van allerlei onderwerpen. En wat mij daar altijd van bijgebleven is toch dat er zo ontzettend veel behoefte aan was. Er was altijd gevuld. Hè? En de mensen bleven ook bijna altijd tot het eind. Dat vond ik ook altijd wel een. Ze vonden het toch wel weer leuk om wat te horen en mensen te zien te spreken. Dus dat is een mooie volgens mij. Hadden we hier een vraag over, hè? Volgens mij weer die Mentimeter. Ja. Ik weet al niet meer de vraag. Je zit allemaal al ingelogd, dus we kunnen gewoon door naar de volgende vraag. Oh ja, welke O vind je in de toekomst het belangrijkste? Oh ja, hier, kijk, mensen zijn al heel actief geweest. Nee, dit gaat niet goed. Maar goed, we gaan gewoon door. Jaap en Peter B. Dat vind ik wel een. Ik denk dat dit is wel. Ja, dat gaat dan toch over grasregisseurs, hè? Ja, zou dit. Dit is wat jij aan denkt. Ja, sorry, ik had de verkeerde. Ja. Maar je denkt je dus, dat vind ik op zich niet heel slecht. Nee. Ja, als wij nou een nieuw PIW-programma zouden moeten schrijven, Gerard, zou dit niet een slecht op de voorkant staan, of zo wellicht? Hè? Nou, ik denk het wel, ja. Dat zou toch wel mooi zijn als we dat zouden kunnen. Mis alleen Rijkswaterstaat, want laten we wel wezen, dames en heren, Rijkswaterstaat is toch een zeer belangrijke. Dat valt me een beetje tegen van mijn collega's. Er zaten toch wel collega's in de zaal, toch? Er is nog een kans om dat een beetje. Ah, mooi. Ja. Nou ja, goed. We gaan dus verder met. Of althans, in ieder geval, de intentie is uitgesproken om naar een volgend programma toe te komen. Hè. En toch, beheer en onderhoud gaat altijd door. Dus dat moet je ook blijven ondersteunen. Je moet ze helpen in van alles en nog wat. Dus dit plaatje heb ik er zelf een beetje bij. Het is een Escher. Hè? Ik weet niet of jullie dat kennen, maar heel veel trappen, heel veel zaken die lopen. Allemaal op verschillende niveaus en verschillende perspectieven. Maar het komt altijd wel weer terug op de basis, hè? Het beheer en onderhoud. Zeg maar je basis van je werk, maar je kunt er op heel veel manieren tegenaan kijken. Nou, volgens mij was het verhaal van NLO, daar zit het in. Voor mij is dat ook wel de vertaling naar het nieuwe programma. Hè. Je bent continu in beweging, en misschien ook wel het PIW als totaal. Hè. Continu in beweging, je past continu aan en probeert de mensen die echt in het veld bezig zijn te helpen. Nou, die raakvlak heb ik al benoemd. Ja, en veranderende techniek en veranderende omgeving. Dat is niet alleen hè, de generatie of techniek, maar ook generaties natuurlijk. Hè. Dus dat is denk ik wel iets. We hadden nog een andere volgens mij. Hè? Ja. Ja, welke O je belangrijkst vond. Ja. Ik denk dat we die daar
Ja, nou, nu aan toekomen, ja. Welke O vinden jullie nou? Hè? Ja, dus het zijn de drie... Voor de komende jaren, hè? De drie O's die eigenlijk door alle STOA-programma's heen lopen. Ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen. Een soort DNA van STOA wellicht. Maar wij zijn wel benieuwd inderdaad wat jullie nou belangrijk vinden. Waar wij als STOA of vanuit PUW jullie de komende tijd helemaal gelukkig van maken. Nou, dat is toch wel ontwikkelen en ontmoeten. Ja, het blijft een beetje in evenwicht volgens mij, hoor. Jawel. Dus de lijnen zijn volgens mij wel goed. Ja. Ziet er mooi uit. Daar kunnen we wat mee. Daar kunnen we wel wat mee, zeker. Zeker. Maar we kunnen nog meer, hè. Of we kunnen nog wel meer hulp gebruiken. Dus ja. Nou ja, ja. Ja, hier hoort een verhaaltje bij. Pak hem maar vast, Gerard. Want die generatie die net zijn benoemd. Ik wist eigenlijk niet dat het zo mooi werd verwoord. Maar ik moest even terug naar de generatie van mijn vader. Die is dan natuurlijk ook een babyboomer. En die heeft toen ik klein was voor mij en mijn zus een klusbus gemaakt. Dan konden wij alle ideetjes in stoppen van nou, dit kan er verbeterd worden, ergens een lamp ophangen. Maar in mijn achterhoofd dacht ik ook van dat er alle klusjes in gingen, dat we wat vaker moesten afwassen. Maar goed, dus ik dacht van ja, dit is een stukje oude generatie. Hè, want hoe vul je nou zo'n klusbus? Dan moet ik dan misschien aan de jongere generatie uit. Ja, dan moet je pen en papier pakken. En nou hebben wij hier op de tafeltjes, zo meteen bij de lunch, op al die tafeltjes, die staattafeltjes, daar staat gewoon een pen papier. En dan mag je dan een klusje voor STOA instoppen. En voor PUW, hè? En PUW, ja. Dus, ik wil niet zeggen dat het allemaal gaat... Ja, maar wij moeten natuurlijk ook gaan prioriteren en kostenafweging doen en de risico's van bepaalde klusjes bepalen. Dus misschien dat ik straks nog even bij je langskom en hoe we dat het beste kunnen doen. Maar de klusbus die staat straks bij Jet. Dus als je naar de uitgang gaat, dan mag je daar je klusje in doen. En ja, dit is natuurlijk wel enigszins ouderwets. Ja, ik begrijp het. Maar ja, misschien juist daarom wel weer heel erg leuk. Dus, maar we kunnen natuurlijk even kijken. Dus dat zijn de onderwerpen waar wij benieuwd naar zijn van waar wij straks in een eventueel volgend programma aandacht aan moeten besteden. We kunnen hier ook wel even vragen wat de jeugd hiervan vindt. Wat de jeugd hiervan vindt? Ja, nou, misschien moeten we dat even... Wacht even. Terug. Juist, goed. Goed gezien, regie. Want we hebben nog een laatste vraag voor jullie. Namelijk, wie heeft verbaasd zich wel eens over de inbreng van een jongere collega? Nou, willen wij wel het toeval dat wij ook nog een jongere collega hebben bij STOA. Fleur. En Fleur die ondersteunt niet het jongerenwerk, dat klinkt ook een beetje raar, maar ja... Vertel zelf maar wie je bent en wat je doet bij STOA. Ja, hallo allemaal. Ik ben Fleur van Gol. Ik ben projectleider van Jong Waterbeheer bij STOA. Dat doe ik nu 2 jaartjes. Ik heb een aardwetenschappelijke achtergrond, maar ik heb me eigenlijk binnen STOA gefocust op iets wat misschien ietsjes minder inhoudelijk lijkt, maar wat wel eigenlijk ten grondslag ligt aan alle inhoudelijke thema's die we hebben bij STOA. En dat is namelijk kennisdeling. En nou, we hebben vanochtend al in het verhaal gehoord van Jos dat elke generatie die heeft zo zijn eigen manieren en zijn eigen voorkeuren, zijn behoeftes eigenlijk om kennis tot zich te nemen. Maar ook om te landen in organisaties. En daarom hebben we eigenlijk project Jong Waterbeheer opgestart. We hebben onderzoek gedaan naar de behoeften van jonge en ervaren mensen op de werkvloer in de watersector. En daar zijn we eigenlijk mee aan de slag gegaan met die behoeften om te kijken, hey, hoe kunnen wij hier nou echt actieve oplossingsrichtingen bij bedenken. Hè? Dus echt oplossingen die je in de praktijk kan brengen. Tips aan de watersector geven om hiermee aan de slag te gaan. Om dus eigenlijk het landen van jonge mensen beter te kunnen faciliteren. Hè? Want ze komen dus wel binnen. Hè? Ze komen wel binnen. Er zijn veel mensen die in natuur en klimaat geïnteresseerd zijn van de jonge organisaties. Maar hoe hou je ze ook vast? Want we hebben vanochtend ook gehoord, die generatie Z'ers, die zijn zo ook weer weg. Dus daar zijn we eigenlijk mee aan de slag gegaan. Misschien kunnen we nog even naar de uitkomst van die Mentimeter-vraag. De Mentimeter-uitslag, ja, dank je wel. Want dit is natuurlijk ook wel bijzonder, hè? Ik ben wel verbaasd over de inbreng van een jongere collega. Is er iemand in de zaal die hier misschien even op wil reflecteren? Hoe je verbaasd was over de inbreng van een jongere collega? Nou, niet alle 68 tegelijk. Oh, er is daar iemand... Misschien kan daar even de microfoon. Ja, wacht even tot de microfoon. Rens heeft gisteren aardig wat kilometers afgelegd.
Maarten Clement, teamleider bij Waterschap Rivierenland. En ik verbaas me in positieve zin over de jongeren. Want ik had de vraag net ook aan Koot gesteld van ja, wat bedoelen ze nou? Positief of negatief? Ik positief en ik verbaas me eigenlijk altijd wel graag in de organisatie. Maar er komen heel veel nieuwe ideeën voorbij. Waar je in, als je al langer in de organisatie zit of langer in het werkveld zit, dat je daar niet meer over nadenkt dat dat zo bijzonder is. Innovaties komen vaak juist uit hele kleine dingetjes naar voren. En dat komt uit de nieuwe geest. En die nieuwe geest blijkt vaak de creatieve geest van de jongeren te zijn. Dus dat is heel mooi om te zien. Dankjewel. Is er nog iemand anders die een andere ervaring wil delen? Maar dan gaan we gewoon door. We gaan gewoon door. We zijn dus als STOA bezig eigenlijk met hoe kunnen we nou jong en ervaren het beste verbinden in organisaties of helpen verbinden. Nou, en de kernboodschap van het onderzoek van Jong Waterbeheer is dat dat het best op gang komt, die verbinding, door het actieve gesprek. En dat willen we graag faciliteren. Dus wij hebben een lijst aan oplossingsrichtingen. Die bestaat voornamelijk uit activiteiten en praatproducten, zo zou je kunnen zeggen. Die dus jong en ervaren of jong met elkaar in verbinding brengt. Dit was vorig jaar, 4 oktober, de Young Talent Day. Die gaan we ook dit jaar doen. Dat was een netwerkdag waarbij we eigenlijk sectorbreed waterbeheerders uitnodigden om met elkaar in gesprek te gaan over de opgaven van morgen, maar ook gewoon over het werken in de watersector. Dus hoe ervaar je dat? Waar liggen mijn kernbehoeften? Ook qua het leren. Naast deze Young Talent Day hebben we ook andere activiteiten ontwikkeld. Zo kan je denken aan een impact tour, maar ook een cursusdag eigenlijk over die kwaliteiten van die verschillende generaties en hoe je daar dus het beste met elkaar over in gesprek kan en het beste ook gebruik van kan maken. Dus wat zit er eigenlijk in de rugzak van de jonge en de ervaren collega? Dat is mooi, toch? Zeker. Ja. Ja. Even wachten. Ja, ik denk dat dat mijn... Dat was mijn dan kunnen we volgens mij naar de afronding toe. Ja, Sander,